Stel dat een holbewoner van zijn vrouw de taak heeft gekregen om 3 mammoeten te vangen in een halve dag. Zo meet je dan zijn productiviteit. Hij liet 1 mammoet ontsnappen. Zo meet je dan zijn effectiviteit. Om zijn efficiëntie te meten, kijk je naar hoe lang hij erover gedaan heeft bijvoorbeeld. Begin 20e eeuw vond Frederick Taylor dat je moest onderzoeken hoe het werk beter kon en dat je normen voor efficiëntie moest opleggen en normen voor de beloning. De Galbraiths deden tijdstudies en ze deden onderzoek naar de bewegingen van een werkend lichaam. Ze keken ook hoe je de werkplek beter kon afstemmen op deze bewegingen.